Ze zeiden me, ik word niks, ik word niet eens 18. Rapper Jaga Jaga, vroeger JJ, is een hit op YouTube en Spotify. Op Instagram heeft hij bijna 200.000 volgers. En zijn laatste clip tikt bijna de miljoen views aan. Ze zeggen, ik droeg een blok toen op de A4. kreeg vrijspraak, maar ze cijferen mijn naam niet. Maar volgens justitie gaat er achter de rapper een notoire crimineel schel. De rechtbank veroordeelde hem eind vorig jaar nog tot 14 jaar cel... voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie een thema dat ook een rol speelt in een van zijn laatste clips. Nu vervolgt het openbaar ministerie hem voor witwassen van grote sommen geld en de lijst is lang. Rond de 30.000 euro besteed aan reizen en vakanties in het buitenland en dan gaat het om Egypte, Jamaica, de Dominicaanse Republiek, Curaçao, Dubai, Suriname, Aruba, Ghana. Verder gaat het om Rolexen, merkkleding, de huur van twee appartementen en 3000 euro aan tandartskosten. Het totaalbedrag van 150.000 euro wil justitie terug, omdat de rapper niet zou beschikken over een legaal inkomen. Hoe verklaart u dat allemaal? Als jij gewoon een half uur in een club gaat staan. Nou, in die tijd dat uh, hij nog buiten was, verdien je ongeveer 750 euro per uur. Maar waarom heeft hij al die repinkomsten dan niet gewoon op zijn bankrekening staan? Nou, kijk, uh, deze jongens leven op straat. En dan ga je niet met een pinpas hier en daar. Je bent gewoon bezig gewoon met contant geld. Dat, zo werkt het. Je hebt gewoon 2400 euro in je broekzak. Ja, dat is het. Hoewel JJ al maanden in de cel zit, is zijn Instagram, opvallend genoeg, nog altijd actief. Heeft u bijvoorbeeld deze foto gezien? Mm, nee, die ken ik niet. Um, nou, misschien zijn er mede gedetineerden die uh, iets gefotografeerd hebben, of uh, bewakers. Ik kan daar verder uh, geen zinnig woord over zeggen. Nee, maar hij... dat kan eigenlijk niet, neem ik aan, toch, in een gevangenis? Nee, maar kijk, het is niet een selfie, want ik zie allebei zijn handen, dus hij heeft het niet gedaan. De uitspraak in de zaak wordt later verwacht. Meer details over de zitting vind je op at5.nl.